Hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe video op Biotown. Ik ben de gastheer Jordi. Zoals jullie kunnen hier zien, we staan in Amsterdam. En misschien als je dat niet wist, weet je dat nu wel. We staan hier ergens op het IJ als het goed is, volgens mij. Ik ben hier samen met Vincent. Wij zijn op zoek naar de IKEA-kast die in de IKEA staat voor de Banjo Studio. En we vragen natuurlijk af... Banjo Studio? Ja, dat eigenlijk. Oh. Dat, ja. Ja, nee, ja, nee, ja, nee, nee, oké. Okay. Nou, doet, oké. Okay. De vragen natuurlijk af... Wat de fuck gaan we doen met een IKEA? Nog een keer. Met banjo studio. Wat is een banjo studio? Goed zo, publiek. Jee, klap. Ik ga IKEA meenemen. Wat is een banjo studio? De banjo studio is de studio die Bardo heeft afgehuurd voor ons, voor Biotown. En die moet natuurlijk ook ingericht worden. Ja, dus dan moeten we gaan ophalen, denk ik. En hoe kan je dat het leukst doen? Met een IKEA-kastje. Punt is, het is nu vrijdag en zaterdag heb ik met Juri, de cameraman, Zwijmer cameraman. Hey Juri. Zaterdag ga ik met Juri, dus morgen ga ik met Juri en BNN de studio opbouwen. Punt is alleen, ik dacht dat ik die kast van de IKEA via het internet kan bestellen. Kan helaas niet. Dus één... Einde tel wat ik was vergeten, maar het komt op hetzelfde neer. Precies, dus wij hebben nu een beetje een deadline en we hebben zoiets van fuck it. Daarom gaat Jordi nu van maandag tot en met vrijdag verslag doen over de opbouw van de... IKEA-kast en de studio. De banjo studio. En we staan nu momenteel op het station in Amsterdam Centraal. Wij gaan momenteel naar de Bijlmer. Ik vind het goed. Bijlmer Arena. Hier staat de trein. We stappen in. Oh sorry meneer. Hey, man. Wat is er? Ja, kijk even. Bijlmer Arena. En weet je wat de Bijlmer is, Jordi? Nee, dat weet ik niet. Weet je echt niet wat de Bijlmer is? Arena, ik denk misschien... Ja, weet ik niet. Heb je ooit gehoord van de Bijlmer-ramp? Nee. Nou, Bijlmer-ramp van 1964? Iets van begin jaren 90. Maar de Bijlmer is echt gewoon, zeg maar... Dat is zeg maar de wijk in Amsterdam waar je niet wil zijn. En bij de... Waarom gaan wij daar naartoe dan? Omdat daar dus de IKEA zit waar we de kast op moeten halen. Maar oké, waarom zet je dan de IKEA in een wijk waar eigenlijk helemaal niemand wil zijn? Omdat de arena daar ook is. En... Nou, oh, daarmee Bijlmer Arena! Hooligans! Ja, en de Ziggo Dome is er en Heineken Musical. Dus wij gaan daar nu... Is het hier warm zeg? Ja, ja. Nou, dan gaan we hier lekker zitten toch? Ja, dit is, ja, dus, het is de VIP lounge. Mochten er mensen zijn die dus denken, hoe hard werken jullie bij Banjotown aan zo'n studioruimte? Nou, die heb je niet. Nou, zo hard toch? Hè? Kijk, het hilarische, wat de kijker niet beseft nu is, kijk, wij zitten wel heel relaxed. Je moet nagaan, Juri die mag de hele tijd staan. En hoe langer wij verder zouden lullen, hoe langer Juri daar moet gaan staan. Dat is de vak van cameraman, hè? Precies. Mocht je afvragen, hey, waar gaat Bardo, Jordi, Vincent en Juri naartoe als ze dood zijn, dan wordt regelrecht de hel. Ja. Wij gaan echt branden gewoon. Hey, je hebt zo'n speciaal plekje in de hel. Dat is een mooi bord, Biotown. Dat is gereserveerd voor ons. Oh, kom, wij gaan nu even lekker reizen. Daar staat onze trein, dames en heren. Daar komen we ze juist uitzetten. Onze twee jongens hier hebben even snel, althans wij eigenlijk allemaal, we hebben snel genoten van een klein discussie over The Walking Dead en andere series. Zullen we het hebben over The Walking Dead? Even snel wat wij van het seizoen vinden. En ik vind het wel even aanhaalbaar nu. Ik vind het wel even belangrijk dat de kijkers dit ook weten. Oh, hij gaat net weg. Maar ja, dit Walking Dead nieuwe seizoen. Probleem is heel erg. Doordat de groep in drie groepen is gesplitst, is de waarde gewoon helemaal weg. Het is niet meer één grote vette groep met één doel. Weet je, er is niet één doel waar ze naartoe gaan met de serie. Daar draait het om. Er moet een doel zijn. Ja, en ik vind de zombies ook echt totaal niet, zeg maar... Mooi, die pop. Nee, wel, ja, ik vind hem wel mooi, maar wat ik van die zombies vind, ik vind het geen beangstigend iets meer. Ik heb zoiets van, ja, ze hebben nu allemaal MP5, ze hebben nu allemaal dit, ze hebben allemaal dat. Ja, nee, maar zeg maar, hoe de fuck kan je gedood worden door één zombie als je met fucking wapens rondloopt? Ik snap dat momenteel niet. Kijken daar, want kom, gaan we even doen alsof we draaien. Je moet de cameraman even mee. Hey, cameraman, gaan we deze kant op? Hier tussen mij en Jordi, kijk. Tussen mij en Jordi in kan je net op de achtergrond mensen zien. En ik weet niet wat er gaande is, maar er staat er echt een hele drukke grote spitstrein. En dus worden daar drie mensen op de bon gesleept. Eén iemand, ik weet niet wat er is gebeurd, staat politie bij en alles. En die trein, als je ook naar de trein kijkt, die is over vol. En ik zie ook echt mensen in de deur. Ja, ik zag dus ook al dat mensen in de deuren stonden. Maar ik dacht dus, hey, die trein die gaat straks pas weg of zo. Maar nu je dat daar ziet, dat is wel een beetje apart dit. Ja, het is ook echt... Grote, ja, het zijn gewoon 10 mensen buiten of zo met NS-personeel. Ja, sorry, dat is toch even wat interessanter dan The Walking Dead. Ja, weet ik. Die man bij zijn nek gegeven of zo. Ik zag hem net al een beetje wijzen naar zijn nek en geduwd is hij. Dit betekent dat je hem moet vermoorden. Weten jullie, lieve kijkertjes, nog echt de vorige scène dat ik zei dat de Bijlmer zo gevaarlijk was? Hè? De wijk van Amsterdam? Tom. Welkom.
Welkom in de Bijlmer. Nou, op naar de IKEA, jongens. Jee. Nou jongens, zoals jullie dus kunnen zien, we staan hier bij de Amsterdam Arena. En we zijn een stukje omgelopen om naar de IKEA toe te gaan. We hebben zojuist een paar Vraagje Vrijdagen opgenomen. We nemen nu natuurlijk dit op, zoals je misschien al weet. Wat een gekkigheid hier. We lopen nu terug naar het station. We gaan daar richting de IKEA, want mijn GPS-systeem, het iGPS-systeem van iJordi. iGPS. iFindMyWayHome.nl. Allemaal van iCarly. Ja, nou, we gaan die kant op. Dus onderdoor weer de treinstation. En ik probeer eigenlijk momenteel even mijn GPS-systeem erbij te pakken. Maar hey, die sukkel heeft er niet over staan. Ik weet wel eens waar we naartoe moeten hoor. Zoals jullie weten, wij zijn natuurlijk op zoek naar de IKEA. En wij hebben zojuist de beste hint aller tijden gevonden. Namelijk dit karretje hier zo. En waarom zouden wij geen goede burgers zijn als we dit karretje niet even terugbrengen naar de IKEA? Let's go! Mediamarkt. Mediamarkt. Daar staat hier Mediamarkt op. Oh man, dat is niet zo'n goede hint als dat we hoopten. Nee, laat maar zitten. Knip dit er maar uit of zo. Dit is niet. Nee, doe maar niet. Ik voel me niet lekker nu. Nou, de zoektocht naar die IKEA heeft tot nu toe weinig goeds opgeleverd, maar. We zijn wel erachter gekomen dat we een station eerder uit hadden kunnen stappen. Oftewel, dat half uur lopen had dus niet gehoeven en had eigenlijk maar Hi back, Vincent. Had maar 5 minuten kunnen duren. Ik wil jou ook niet meer hier. Nee, ik wil gewoon stoppen. Tot morgen.